What up YouTube? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een push day op de planning staan, dus ik ga jullie meenemen wat ik precies allemaal doe op een push day. Dit is wel een van mijn favoriete push days, want die zit ook incline dumbbells in. Dus als eerste oefening, dat is echt een van mijn favoriete oefeningen voor chest. Maar eerst de pre-workout maaltijd. Ik heb hier 90 gram aan rijstbloem, 70 gram aan bananen en 40 gram aan whey proteïne van MaxState. Maar voordat ik dit lekker naar binnen ga douwen, wil ik jullie even uitleggen waarom het zo lang geduurd heeft voordat ik weer video's kon droppen. Toen ik bezig was met de vorige video, hoe je rice pudding maakt, terwijl ik aan het editen was, had ik per ongeluk Cola Zero over mijn laptop heen geknoeid. Dus ik snel mijn föhn pakken, drogen, maar ja, het werkt al niet meer. Het scherm viel uit en ik kon niks meer doen. Ik ben deze video ook aan het maken terwijl mijn laptop nog niet klaar is, dus ik weet ook niet wanneer deze video uit gaat komen, maar ik moet alleen wachten op een onderdeel, want het scherm is alleen kapot. Dus er moet een nieuw scherm van Apple binnenkomen en als dat binnen is, dan hebben ze het eigenlijk dezelfde dag gerepareerd. Dus het is alleen wachten op het onderdeel zelf. Dus ik hoop dat het zo snel mogelijk binnen is, dat ik de rice pudding video kan droppen en deze video ook gewoon gelijk erachteraan kan droppen. Want ja, ik vind het, ik wil niet stilzitten, ik wil gewoon lekker content voor jullie maken. Dus dit is wel echt even lastig. De rest kan ik gewoon verder alles doen qua bestellingen, met mijn eigen werk en zo. Kan ik gewoon mijn moeders computer pakken. Maar alles op YouTube staat op mijn eigen laptop. Dus ik kan gewoon niet wachten tot die klaar is. Dat ik voor jullie weer nieuwe YouTube video's kan droppen. Maar voor nu, ik ga het even lekker naar binnen te douwen. En dan zien jullie mij dadelijk weer in de gym. Gaan jullie ook mee naar de sportschool dadelijk? Koosje mee dadelijk? Koosje? Karel mee? Nee? Blijven jullie lekker voor pampers liggen?
Yes, ik ben weer thuis van de gym. Best wel een, ja, ik moet zeggen, niet de beste push day gehad. Maar hij was op zich wel goed. Ik heb best wel wat personal best neergezet. Maar om eerlijk tegen jullie te zijn, ik heb een paar dagen geleden mijn schouder een heel klein beetje geblesseerd. En met een heel klein beetje bedoel ik dat het niet extreem zeer doet, maar je voelt hem. Ik had een arme dag en dan heb ik een narrow grip bench press. Ja, in een smithmachine met narrow grip, dat je focust op triceps. Maar ik had hem anders gepositioneerd, want ik zag iemand anders. In plaats van dat ik hem zo doe, deed hij hem zo. Als ik wat beter had nagedacht, kon ik weten dat het meer op mijn schouders belastte. En terwijl ik hem deed, voelde hij best wel goed op mijn triceps. Maar door de training heen voelde ik al van, oh shit, ik heb echt mijn schouder geblesseerd net. Dus het is niet echt een blessure, het is gewoon even, hij heeft gewoon even een tik gehad. Ik was ook, toen ik deze training inging, van ik moet wel gewoon voorzichtig zijn. Als de dumbbells niet goed aanvoelden, deed ik deze ook niet. Maar hij voelde op zich wel goed. Ik moet zeggen, ik ben niet helemaal tevreden over de eerste topset. Want ik denk dat ik te snel ging, omdat ik eigenlijk meer wou dat ik klaar was met die oefening. Om zo de minste stress op mijn schouder te hebben. Maar wat ik gewoon probeer als ik zoiets heb, focus nog meer op je houding. Dat doe je eigenlijk altijd, maar als je zoiets hebt en je wilt toch de oefening doen zoals de incline dumbbell press, span je les altijd goed aan, schouders naar beneden houden en denk er continu aan. Want als je in die laatste reps gaat, dan kan je toch een beetje afwijken en ik wou er precies in blijven. Maar ik denk, omdat ik toch wou, omdat ik klaar was met die oefening, dat ik iets te snel ging. Dus ik moet de video ook nog terugkijken, maar daar ben ik niet zo tevreden over. Ik zal met jullie even doornemen wat we precies gedaan hebben. Als eerste dan de incline dumbbell press. Mijn favoriete oefening, maar helaas niet... Ja, ik heb wel een rep er extra uit kunnen halen, maar ik denk de houding was niet helemaal perfect. Een topset en een backup set. Een topset is dus tussen de 5 en 9 reps. En een backup set is tussen de 10 en 15 reps. Toen zijn we doorgegaan naar een flat machine press. Klein beetje incline, ook 2 sets gedaan. Toen zijn we doorgegaan naar Smith machine shoulder press. Ook 2 sets, dus topset en een backup set. Toen naar, ik ben even gewoon de naam kwijt, upright rows. Ja, ook op de Smith machine. Om echt die front delts goed aan te pakken. Toen zijn we doorgegaan naar incline flies. Ook een topset en een backup set. Oh, trouwens, bij die upright rows hadden we 3 sets. En de laatste set een rest pause. Toen incline flies. Toen zijn we doorgegaan naar side lateral raises met dumbbells. Ook 3 sets. Derde set een rest pause. Toen doorgaan naar dips. 2 sets. 2 sets max reps. Toen zijn we naar tricep machine toe gegaan. Topset en een backup set. Toen zijn we triceps extension. Dan hadden we ook een topset en een backup set. En toen hebben we het nog afgerond met construction work. Dus vooral de buik, onderkant buik. 3 sets leg lifts en 3 set knee lifts. Het verschil is dat je met leg lifts je benen gestrekt hebt. En met knee lifts dat je alleen je knie omhoog doet. Want 6 sets met je benen gestrekt is best wel moeilijk. En ik wil toch die focus op mijn abs houden in plaats van dat ik ga zwaaien. Dus daarom dat ik de laatste 3 met mijn knie alleen omhoog doe. Om toch wel de meeste spanning op die buikspieren te hebben. Dus dat was de training voor vandaag. Wat ik al zei, was niet de beste training. Ik heb er wel gewoon alles uitgehaald. Ik heb echt goed gelet dat ik mijn schouder niet meer debilanceerde. Ik moet zeggen, door de training heen voelde ik hem steeds minder. Dat is het gekke wel. Meestal als ik een pijntje heb en ik train precies waar het pijntje zit, wordt de pijn steeds minder. Ik weet niet wat het is. Ik stretch gewoon wel gewoon elke dag goed. Ik heb deze dagen ook extra gestretched voor deze training. Ik hoop gewoon dat het door de week wat minder wordt. Zo niet, ga ik even langs het maatje van mij. Die is fysiotherapeut en die doet dan alles even lekker losmaken. Maar als ik merk van hey, het wordt steeds minder, ja, dan hoef ik daar ook niet langs. Ook vind ik het wel fijn om even wat los te springen. Maar als het niet nodig is, dan is het niet nodig. Verder, ik heb net al bij de sportschool mijn post 01 op. Dat zijn de 140 gram aan cornflakes en 30 gram aan whey. En toen ik thuis was, heb ik nog mijn post 02 op. Dat is 145 gram aan kip en 140 gram aan rijst. En dan 2 uur later pak ik weer een bakje kip met rijst. En dan weer 2 uur later weer een bakje kip met rijst. En dan weer 2,5 uur later is het alweer de laatste maaltijd. Ik heb ongeveer op mijn trainingsdagen, om precies te zijn, 7 maaltijden. Dus er zijn even wat maaltijden om naar binnen toe te douwen. Maar als je ze gewoon goed verdeelt over de dag heen, dan is het allemaal makkelijk te doen. Ik zit nu op 4800 calorieën. Macro's durf ik niet even uit mijn hoofd te zeggen. Maar het is flink wat aan koolhydraten. Ik vind het lekker. Eten verteert nog lekker goed. Geen problemen verder mee. Performance in de gym is ook gewoon super nog. We zitten nu in de 12e week van de bulk. Ik hoop dat jullie de video verder leuk vonden. Laat vooral in de comments weten wat jullie ervan vonden. Willen jullie wat andere trainingvideo's zien? Wil je zeggen van ik wil een pull day zien, ik wil een leg day zien. Leg wat meer uit over die oefening, leg wat meer uit over
Die oefening, laat vooral weten in de comments. Ik lees ze allemaal. Ik beantwoord ze allemaal. Ik vind het ook hartstikke leuk om te beantwoorden. Dus laat me vooral weten. Geef de video ook een like als je het leuk vond. Dat helpt enorm. Abonneer ook op het kanaal als je meer wilt zien. Dan zien jullie mij weer de volgende keer.